Kom en geniet van de lifestyle in Lillooet, British Columbia. Inwoners van Lillooet hebben allemaal verschillende redenen voor het kiezen van deze regio als hun thuishaven. Voor sommigen is het de hechte gemeenschap, voor anderen is het juist de prachtige ligging. Voor mij is het een sterk gevoel van thuiskomen als ik de bergen en de omgeving zie. De belangrijkste reden dat ze hierheen zijn verhuisd is het dorpse gevoel. Een spitsuur bestaat niet en er zijn geen stoplichten. Het is een heel andere manier van leven, maar wel één die is voorzien van alle gemakken van deze tijd. Als je in een klein dorp woont, ken je veel mensen, maar dat heeft ook zijn voordelen. Zo heb je altijd een extra paar ogen die op jou en je kinderen letten. We voelen ons veilig hier en we voelen ons rijker door ons stressvrije leven. Het staat bekend als een heel vriendelijk dorp. En dat merk je zodra je een winkel binnenloopt. De mensen zijn ontzettend vriendelijk en behulpzaam. Je leert gemakkelijk mensen kennen. Toen we hier net woonden, viel ons één ding meteen op. Iedereen zwaait naar elkaar. In Lillooet kun je heerlijk landelijk leven. Als je hier eenmaal hebt gewoond, wil je altijd terugkomen. Het is zo'n rustig plekje. We hebben bergen, rivieren en meren. Dat zorgt voor die rust. Het is prachtig hier en daar genieten wij enorm van. Een ander voordeel van Lillooet is de kwaliteit van de landbouw. Als tuinier kun je hier zowat alles verbouwen. Alles groeit hier goed. Lillooet is een van de weinige plekken in de provincie waar echte kwaliteitsdruiven groeien. Door het warme klimaat zullen enthousiaste tuiniers versteld staan van wat hier allemaal groeit en bloeit. Ook al heeft Lillooet een dorpse sfeer, men geniet ook van de voordelen van de nabijheid van grote steden, zoals Vancouver. Ik groeide op in Jasper, dus ik heb altijd veel geskiet en gesnowboard. Omdat Whistler zo dicht bij Lillooet ligt, voel ik me hier helemaal thuis. Dit is het beste gebied voor mountainbiken, off-piste skiën, heliskiën en elke motorsport die je maar kunt bedenken. Lillooets onderwijsinstellingen variëren van basisschoolniveau tot middelbaar, beroeps- en universitair onderwijs. Het onderwijzend personeel hier begrijpt waar de prioriteiten liggen. We hebben hier een passie voor onderwijs in de gemeenschap. Lillooet is een heerlijke plek waar kinderen al lerend en spelend kunnen opgroeien. Het is veilig hier en je kent elkaar, je kent de families en je hebt gewoon een band met de scholieren en hun ouders in de gemeenschap. We hebben het beste schoolpersoneel, zo vind je ze nergens. De scholieren staan hier op nummer 1. Er zijn ook leraren die voor en na school veel buitenschoolse activiteiten organiseren. De verschillende scholen werken goed samen hier. Het personeel, de sfeer, de agendapunten, het staat allemaal in het belang voor het kind. Ik zie verlegen basisschoolleerlingetjes zich ontpoppen tot jonge volwassenen die afstuderen en de wereld instappen. Lillooet studenten kunnen kiezen tussen verschillende vakken die praktische vaardigheden bijbrengen, zoals metaal- of houtbewerking, textiel, cosmetica, radio of kunst. Overdag hebben middelbare scholieren de gelegenheid een radioprogramma uit te zenden. Deze scholieren volgen een cursus die meetelt in het eindexamen. Op die manier worden de studenten klaargestoomd voor een opleiding in communicatie of televisie. De Thompson Rivers University Education Center in Lillooet is toegewijd aan het vervullen aan de immer ontwikkelende educatieve behoeften in de regio. We bieden werkplaatsen waarbij studenten op de werkvloer ervaring opdoen. Deze cursussen lopen uiteen van werken in de bouw tot les in recreatie en toerisme. Ook buitenschool zijn er educatieve instellingen. Lillooets Bibliotheek heeft zo'n 5000 leden en biedt een uiteenlopende boekencollectie. Zoals typerend is voor Lillooet en omstreken, komt het wederom grotendeels door de inzet van de mensen dat het zo'n succes is. Het is een hele vriendelijke sfeer en de mensen zijn erg op hun biep gesteld. Er komen in de zomer ook veel toeristen. Dat is heel gaaf, want dan ontmoet je mensen van allerlei verschillende achtergronden en culturen. Lillooets ambtenaren zijn trots op hun werk en streven ernaar de gemeente te verbeteren. Mensen die voor de gemeente werken zijn erg aan hun dorp gehecht. Ze geven om hun banen en doen hun best om hun gemeenschap nog leefbaarder te maken. Wie in de dienstverlenende sector werkt, heeft veel persoonlijk contact met de inwoners van de gemeenschap. Zij zien hun inzet direct terug in de reactie van de inwoners. Hierdoor worden zij gemotiveerd om hun dorp nog aantrekkelijker te maken. We helpen met het inzamelen voor goede doelen, door middel van een autowasstraat bijvoorbeeld. Zulke betrokkenheid wordt zeer op prijs gesteld in de gemeenschap.
Men doet dat soort dingen graag. Wij zien mogelijkheden om meer en proactief politiewerk te doen. We bezoeken andere gemeenten en gaan daar naar scholen. En we organiseren verschillende evenementen of helpen bij de organisatie daarvan. Nu nog meer dan vroeger kunnen we onze partners in de dienstverlening geregeld een persoonlijk bezoek brengen. Het ministerie van Kind en Familie, Eerste Hulp, Ambulance, Reddingwerkers en de Brandweer. Ik vind het fantastisch dat we deze mogelijkheden met beide handen aangrijpen en op die manier lokale aangelegenheden oplossen voordat die een eigen leven leiden. Er is grote diversiteit in Lillewet. Iedereen is vrij om haar of zijn eigen niche in het leven te ontdekken en zich daarin uit te leven. Lillewet is een groeiende gemeente met goede bereikbaarheid. Betaalbare huizen en goede voorzieningen, gecombineerd met Lillewets klimaat van veel zon, weinig regen en lage luchtvochtigheid, zijn allemaal redenen waarom mensen zich aangetrokken voelen tot Lillewet. Lillewet mag opscheppen, het heeft het weer voor. Er vloeit veel energie voort uit de hoeveelheid zon die wij hier krijgen. Dat wordt op iedereen overgebracht. Lillewet is een fantastische plek om te leven, werken, spelen en investeren. Om ook te delen in alles wat Lillewet te bieden heeft, neem contact met ons op voor meer informatie.